De Surinaamse regering heeft loonstrookjes gedigitaliseerd met al 35.000 geregistreerde landsdinaren. Vanaf juli 2024 zijn loonstroken alleen digitaal beschikbaar, wat kosten en papierwerk vermindert. Er is een tijdelijke fysieke optie voor niet-geregistreerden. Plannen omvatten ook digitale werkgeversverklaringen en beter beveiligde e-paspoorten die vanaf december 2024 beschikbaar zijn. President Chandrika Prasad Santokhi heeft bloeddonoren geëerd voor hun levensreddende donaties tijdens een ceremonie op 20 juni 2024. Donoren die meer dan 30 keer bloed hebben gegeven, kregen een medaille. Van de 167 gedecoreerde donoren werden 63 benoemd tot ridder, 71 tot officier en 33 tot commandeur in de ereorde van de Gele Ster. Santokhi prees hun solidariteit en riep vooral jongeren op om bloed te doneren. De ceremonie vond plaats tijdens het 84-jarig bestaan van de Stichting Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis. De kantonrechter behandelde op 19 juni een kort geding tussen de staat Suriname en verschillende vakbonden van volksgezondheidspersoneel over geschillen rondom vervoers- en kledingtoelagen. De staat eiste opschorting van de acties die de dienstverlening beïnvloeden. Na discussies ter zitting heeft de kantonrechter besloten de acties voorlopig op te schorten en een vervolgzitting binnen 2 weken te plannen.